Hartelijk welkom bij Café Wildsmerts, het nieuwe abnormaal deel 2. Zal met name gaan over de censuur op internet. En dat is de censuur die te zien is, of liever gezegd niet te zien is op de internetplatforms YouTube, Facebook en Twitter en nog een aantal andere, maar dat zijn de belangrijkste. Honderdduizenden films, pagina's, tweets worden verwijderd. Het is een aanval op de vrijheid van meningsuiting. En die aanval komt niet van de nationale staten, maar eigenlijk van private, multinationale sociale netwerken die een cruciale plaats innemen in het publieke debat. En het leidt tot het feit dat kritisch denken en dissidente analyses die staan tegenover het mainstream denken, kunnen worden verwijderd. En dat gebeurt eigenlijk in toenemende schaal in deze coronacrisis. Bij Wildsmerts is dat de afgelopen weken 3 keer gebeurd. Voor het eerst overigens in de geschiedenis. Allereerst met mijn eigen interview met de huisarts Rob Elens over het geneesmiddel hydroxychloroquine. Daarna het interview wat Pim van Galen had met Maurice de Hond over aerosolen. En ten derde de column van Pieter Lakenman, die overigens 2 dagen later is teruggeplaatst. En dat toont ook de volstrekte onbetrouwbaarheid die er door YouTube eigenlijk nu wordt uitgezonden. Je kan in 300 tekens reageren en dan is er gelegenheid om iets te zeggen, maar men accepteert geen brieven. Ze zijn niet bereikbaar via de telefoon en je kan geen afspraak maken om hierover te praten of je zaak te verdedigen. Het is een anonieme sensor achter gesloten deuren. En ja, eigenlijk waar we mee bezig zijn is een soort digitale boekverbranding, zou ik het willen noemen. En we gaan eerst even kijken naar een tv-fragment uit Nieuwsuur met de CEO van YouTube en Susan Wojcicki. We gaan eerst naar kijken. Anything that would go against World Health Organization recommendations would be a violation of our policy. And so remove is another really important part of our policy. So you're not just putting the truth next to the lie. You're taking the lie down. That's a pretty aggressive approach. Well, I mean, we do remove, across YouTube in non-pandemic times. Ook van het internetprogramma Café Wildsmerts wordt content verwijderd. Bijvoorbeeld een aflevering met huisarts Rob Elens, die beweert coronapatiënten te kunnen genezen met onder andere het malaria-middel hydroxychloroquine. Eerlijk gezegd vind ik dat absurd om een positieve video met een dorpsarts zo te zien die alleen maar pleit voor een geneesmiddel wat volledig legaal is en wat 80 jaar bestaat en wat hij met succes heeft toegepast. Of course, anything that is medically unsubstantiated, so people saying like take vitamin C, take turmeric, like those all will cure you. Those are the examples of things that would be a violation of our policy. Ja, in dat fragment waarin onze eigen uitzending natuurlijk even werd aangehaald, zegt de CEO zegt alles wat tegen die WHO en die richtlijn ingaat, dat zullen we verwijderen. En deze denkwijze, dat kunt u zich voorstellen, is desastreus. Want het is eigenlijk niet alleen een aanval op de vrijheid van meningsuiting, maar het is ook een aanval op de critici uit de medische wetenschap zelf. En daarmee dus een censuuraanval op het fundament van die wetenschap. De belangrijkste video's, ook Amerikaanse video's, die zijn verwijderd in dit coronadebat, zijn eigenlijk video's van medische wetenschappers die een alternatieve kritische positie innamen ten opzichte van de WHO en de dominante lijn. Iemand die dat als mediawetenschapper ondersteunt, en die komt ook verder op in het programma voor, José van Dijk, en ik citeer haar, zij is hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Zij zegt, je kunt dit framen zoals Trump dat doet als een kwestie van vrijheid van meningsuiting. Tegelijkertijd willen we
ook dat de techbedrijven reageren op de vele klachten over fake news, onzin en haatzaaien. Nou, het probleem is dat we dat helemaal niet willen. Ik wil dat helemaal niet en ik vind dat een desastreuze gedachte. En waarom wil ik dat niet? Omdat wat de een fake news noemt, onzin en haatzaaien, vindt de ander zeer terecht. En daar gaat het publieke debat over. En dat publieke debat moet gevoerd worden in vrijheid op het internet op basis van argumentatie. En niet middels censuur. Dat fake news, onzin en haatzaaien komt namelijk niet alleen voor op het internet. Het komt met name voor in de kwaliteitsmedia. Zelf lees ik die media iedere dag. Het NRC Handelsblad, het Groene Amsterdammer. Ik kijk naar de VPRO en ik erger me gedurig over het fake news, de onzin en het haatzaaien. En als ik het niet wil zien of niet wil horen, dan moet ik er niet naar kijken. Maar ik kan het niet en moet het ook niet willen verbieden. Dat is de kern van waar het over gaat. Om het meer op dit programma zelf te maken. Hè, er zijn, zoals u weet, honderden, soms zelfs duizenden reacties op een column of op een programma wat ik maak. En daar zitten ook reacties bij waar ik niet van hou. Er zitten zelfs reacties bij die onzinnig zijn en die vijandig zijn. Als ik daar niet tegen kan, dan moet ik me niet in dat publieke debat mengen. Gelukkig is in mijn geval 95% van de reacties positief, dus ik mag niet klagen. Ik citeer haar verder. Je kunt dus ook zeggen dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat er op die platformen gebeurt, want anders worden het riolen in plaats van informatiekanalen. Dat is een hele cynische opmerking. En daar ben ik het fundamenteel mee oneens. Waarom? Omdat ze helemaal geen verantwoordelijkheid moeten nemen op wat er op die platformen gebeurt. Er moet een strikte scheiding zijn tussen commerciële bedrijven die die ruimte aanbieden en de mensen of de organisaties die daar materiaal op zetten. Wat zijn dit eigenlijk voor bedrijven? Wat mogen ze wel, wat mogen ze niet? Zelfregulering vindt zij onvoldoende. We moeten dus zelfs naar een co-regulering waarin overheden met bedrijven streven naar regelgeving. En in ieder geval moeten die overheden handhaven. Met andere woorden, de boodschap is, deze platformen moeten censureren en als ze dat niet goed genoeg doen, dan krijgen ze straf van de overheid. Ja, dat is nogmaals een aanval op het fundament van de vrijheid van meningsuiting en eigenlijk ook op het fundament van de wetenschap, vergelijkbaar met de censuurpraktijken die in Oost-Europa voor 1989 plaatsvinden. En dat is ook steeds meer de samenleving die op dit moment zichtbaar wordt in die coronacrisis, waarin de fundamentele grondrechten onder vuur worden genomen en in quarantaine zijn gezet. We zijn terug in Oost-Europa voor 1989. De gezichten van de censuur. Ik heb een zestal gezichten geselecteerd. 3 mannen en 3 vrouwen. We houden het evenwichtig. We beginnen met het gezicht linksboven. Dat is niemand minder dan Robespierre. En dat is het gezicht van de terreur in de Franse Revolutie. De Franse Revolutie, de geboorteplaats van de moderne plaats, de moderne tijd. De plaats waar de grondrechten voor het eerst naar voren kwamen. De plaats waar de rechten van de mens werden gepresenteerd. Liberté, égalité en fraternité. En je had revolutionairen in 2 soorten. Laten we zeggen de hele steile verblinde revolutionaire Robespierre en de meer humanistische revolutionaire Danton. En het drama vertrok zich dat de eerste groep de tweede groep naar de guillotine bracht. En daarmee kreeg de Franse Revolutie een schaduw die eigenlijk altijd over die verlichting is blijven hangen en die mijns inziens nu in die censuurpolitiek op de sociale media opnieuw de kop insteekt. Er is een rijke traditie van censuur in Europa.
de tweede man in zwart-wit is niemand minder dan de minister van Veiligheid en Censuur in de oude DDR, Mielke. Hij is ook bekend als de Stasi-directeur, zou je kunnen zeggen. De derde man rechts is bekend, minister van Veiligheid en Justitie, Grapperhaus. We weten allemaal dat op dat ministerie van Veiligheid en Justitie heel veel geheime rapporten gecensureerd zijn. De Kamer heeft daar wel enige lucht van, maar dat blijft voor een groot deel achter gesloten deuren. En de man die dat symboliseert en ook het gezicht is van het huidige repressiebeleid in Nederland is de heer Grapperhaus. Daaronder hebben we drie toch vriendelijk uit de ogen kijkende dames van over de middelbare leeftijd. En ja, er zijn ook een aantal vrouwen die forse macht hebben gekregen in de moderne samenleving, zoals we weten. Dus, en het is niet zo dat die vrouwen wat dat betreft een andere politiek voeren dan de mannen vroeger. Eerst de vrouw links, heb ik al genoemd, de CEO van YouTube. Ja, dat is natuurlijk een onvoorstelbaar machtige functie. Heb ik al iets over gezegd. De vrouw in het midden is Kajsa Ollongren, de huidige minister van Binnenlandse Zaken, en gaat ook over de geheime diensten. Richt zich met name, wil met name een censuurpolitiek op vijandige informatie, met name vanuit Rusland. Is overigens dezelfde vrouw die verantwoordelijk is voor de executie van het referendum en daarmee voor de democratisering van Nederland ongeveer een jaar geleden. U weet dat er een mogelijkheid was tot een referendum, een raadgevend referendum. Maar daarin ging de bevolking allerlei adviezen geven die het politieke establishment niet wilde horen. En toen besloot het politieke establishment met het gezicht Kajsa Ollongren tot de executie van dat referendum. En daarmee vermoord eigenlijk de D66 minister Ollongren haar eigen fundament. En daarnaast, niemand minder als José van Dijk, daar heb ik net al iets van gezegd, de hoogleraar mediawetenschap in Utrecht. Ja, ongelukkigerwijs of gelukkigerwijs ken ik haar persoonlijk en ik daag haar bij deze uit om in debat te treden over de vrijheid van het internet. Dan iets anders, de Facebook-censuur, of liever gezegd aansluitend. Dit is eigenlijk een voorbeeld van hoe die censuur op Facebook plaatsvindt. Er is een Ierse arts met een dissident geluid, dokter Dolores Cahill. Die claimt dat er geen reden is voor social distancing, omdat er een geneesmiddel is. En dan krijg je zo'n soort afbeelding te zien. En zo'n soort bericht, no therapy has been proven effective for preventing or treating COVID-19. En dat is de reden om haar te verwijderen. Nou, dan kun je dat natuurlijk vinden, maar de tragedie is dat een anonieme bureaucraat, waarschijnlijk niet eens met medische achtergrond, een censuuroordeel velt over een medische professional. Dat gaat door, maar je ziet ook dat die internetplatforms mogelijk te ver gaan. Twitter was zo brutaal om twee tweets van niemand minder dan Trump te becommentariëren. En Trump werd natuurlijk woedend en dreigt nu met sluiting van Twitter. Maar hij komt in ieder geval met een bescherming van de vrijheid van meningsuiting en dat is hoog nodig. Hij heeft per decreet bepaald dat de bescherming van de platforms tegen claims wordt weggehaald en daarmee wordt het mogelijk om die platforms te gaan dagen. Niet alleen de Republikeinen ondersteunen dat, maar ook een aantal Democraten ondersteunen dat, omdat ze ook wel begrijpen dat dit uit de hand begint te lopen en dat dit een bedreiging is voor de vrijheid van meningsuiting. En ik wil u dat aan de hand van een aantal voorbeelden ook uitleggen.
Het gaat over de censuur die distributeurs zouden moeten gaan plegen op mediaproducenten. Allereerst kijken we naar de oude media, de pers, de geschreven media. Die is afhankelijk eigenlijk van de distributie van door uitgeverijen. De tv en de radio, de publieke en de commerciële, is afhankelijk van de distributie van kabelmaatschappijen. En de sociale media, waaronder Weltschmerz, is afhankelijk in haar distributie, de distributie van platforms als YouTube, Facebook en Twitter. En ik wil u een paar retorische vragen stellen over die censuur. De eerste is, moeten uitgeverijen eigenlijk oordelen over de inhoud van kranten en tijdschriften? Ik denk dat de meeste mensen zouden zeggen nee. Moeten kabelmaatschappijen oordelen over de content van bijvoorbeeld NPO, RTL en SBS? Met andere woorden, programma's die door hun kabels gaan. Moeten we naar een praktijk toe dat die gecensureerd worden, beoordeeld worden en anoniem van het net kunnen worden gehaald? Ik denk ook dat hier de meeste mensen zouden zeggen nee. En aanvullend is de vraag, moeten sociale mediaplatforms oordelen over datgene wat er op die platforms aan kanalen en door productiebedrijven en door burgers wordt gepresenteerd? En ik denk wederom dat de meeste mensen, waaronder ik zelf, zouden zeggen nee. Er moet een scheiding zijn tussen de distributeurs en de content van de media. Een onbereikbare, achter gesloten deuren opererende censorbureaus die willekeurig content kunnen verwijderen, en dat is wat opkomt nu, dat moet er niet zijn, dat moet worden afgeschaft. Weltschmerz heeft een aantal Kamerleden gevraagd hierop actie te ondernemen en een Kamermotie over de vrijheid van meningsuiting op het internet in te dienen. Een van de grote items waar het op dit moment over gaat in het coronadebat, daar kom ik nog even op terug, is de strijd om het medicijn hydroxychloroquine. Er zijn voorstanders, die zijn eigenlijk wat pragmatisch wetenschappelijk, zou je kunnen zeggen. Hun vlaggenschip is het UI Mediterranee van Didier Raoult, dat is de directeur daar. Bekende topviroloog, die claimen nu dat ze 4000 coronapatiënten met HC hebben behandeld met succes. En zijn reeks van huisartsen in China, waar het als eerste ontwikkeld is, Frankrijk, Italië, Duitsland, Rusland en de VS. Zoals u weet is president Trump een sterke aanhanger van dat hydroxychloroquine en is een reeks van wetenschappers, waaronder die professor Cahill. Daartegenover staat een, ja, laten we zeggen, meer stijl wetenschappelijke denkwijze. Dat wil double blind randomized controlled trial. Dat is een soort steile manier van een geneesmiddel beoordelen. Dat wordt gesteund onder andere door de gezondheidsdienst in de VS, Dr. Fauci, het RIVM, het medisch circuit. Het Britse medische tijdschrift The Lancet weert zich daarin. Die hebben er ook voor gezorgd dat de WHO haar onderzoek naar hydroxychloroquine als geneesmiddel tegen corona heeft gestaakt. En dat wordt voor een groot deel ondersteund, die officiële lijn van de WHO, door mediaplatforms als YouTube, Facebook en Twitter. Consequentie is dat in een aantal landen dat gewoon niet via de huisarts verkrijgbaar is. Dus dat je dat, als je dat wil hebben, moet je dat illegaal verkrijgen. Gaan we naar het protestlief, de anderhalve meter. Dat is geschreven door Willem Teunissen en dat gaat over dat nieuwe abnormaal op die anderhalve meter.
Anderhalve meter, het nieuwe abnormaal. Volkomen onnatuurlijk, want de mens is te sociaal. Hier maakt men de kuur haast erger dan de kwaal. Anderhalve meter, het nieuwe abnormaal. Wanneer je straks als jongelui met elkander flirt, heb je vette kans dat je voor veel geld wordt bekeurd. Probeer je het dan stiekem in de tuin en niet op straat, dan is er vast wel iemand die jou aan oma Gent verraadt. Wat gebeurt er in de publieke ruimte? Nou, mijn pleidooi is eigenlijk dat die publieke ruimte een overkill aan repressie op dit moment heeft. En dat we als burgers die publieke ruimte terug moeten claimen, onder andere door die boa's af te schaffen. Want wat doet een boa? Wat doet eigenlijk een buitengewone onderzoeksambtenaar? Een boa ontwikkelde zich eigenlijk na de nationalisatie van het politiekorps tot een soort gemeentelijke ordehandhaver. Hij controleert, hij waarschuwt, hij beboet de burger. En hij is het symbool van die miljoenen boetes die worden uitgeschreven. Je ziet hier alleen de boetes die zijn uitgeschreven in de regio Breda in 2012, 13, 14 geloof ik. En dat gaat over 67.000 boetes. Wat te doen? Nou, het antwoord zou eigenlijk heel simpel moeten zijn. Die burgers moeten meer vrijheid en meer vertrouwen krijgen. Er moeten veel minder boetes komen. Er moeten veel lagere boetes komen. Die boa's moeten worden afgebouwd. Die afbraak van de rechtsstaat moet gewoon stoppen. Die rechtsstaat moet worden hersteld. En die politie die moet zich meer bezig gaan houden met boeven vangen in plaats van de burger lastigvallen. En het dramatische is, er is geen politieke partij in Nederland die in het parlement is vertegenwoordigd die dit openlijk zegt. Ja, dan komen we bij de criminalisering van het demonstratierecht op 35 mei in Den Haag. En dat verhaal begint wat mij betreft bij het rapport van de ombudsman Reinier van Zutphen, die eind 2019 al een rapport schreef, Demonstratie, een schurend onrecht, waarin hij wees op het feit dat de veiligheidsmaatregelen vaak een excuus waren om het demonstratierecht de kop om te draaien. Ik heb na de dramatische gebeurtenis op 5 mei, ben ik uitgenodigd bij burgemeester Remkes, heb een uurlang gesprek met hem gehad, heb de politie bedreigend, intimiderend genoemd en hem zeer dringend gevraagd om zijn politieleger de volgende keer thuis te laten. Hij gaf wel erkenning van dat er sprake was van een inperking van de grondrechten die we sinds de oorlog niet hadden gezien. En hij noemde ons ook vrijheidsdemonstranten. Maar daar bleef het ook bij. En op 30 mei, en daar hebben we over gehad, werd min of meer de absurde eis gesteld dat er 30 personen toegelaten zouden worden per vrijheidsdemonstratie in Den Haag. Dat zou dan wel kunnen op verschillende plaatsen. De organisator, Nederland in opstand, voerde daartegen te vergeefs een kort geding. Het bleef bij 30 demonstranten, overigens op advies van de GIJD. En daar tegenover stond een politieleger van 300 ME'ers. Nou, dat heb ik van tevoren aan zien komen. Ik heb dat ook tegen de organisator gezegd en ik ben zelf daar niet geweest. En ja, pijnlijk gezien kreeg ik daar natuurlijk ook gelijk in. Er waren wel 870 demonstranten, die werden weggestuurd door voor een groot deel. En in heel Den Haag verspreidde zich dat wel met 2100 demonstranten. Maar pijnlijk gezien werden er wederom 37 vreedzame demonstranten gearresteerd, in de cel gezet, €400 boete en met een strafaantekening er weer uit. Daar kun je overigens wel verzet tegen aantekenen. Ik denk dat mensen dat ook zeker moeten doen. Om dat verhaal van dat politiegeweld zichtbaar te maken, heb ik toen direct wel een interview met voorbeeldsmets met organisator Martijn Koops gemaakt. Maar ja, dat maakt de situatie natuurlijk niet heel veel beter. Er was gewoon sprake, en dan wordt het de dagen daarop eigenlijk nog ernstiger, namelijk van een pure discriminatie van de overheid, en dat is zoals u weet een schending van artikel 1 van de grondwet, het gezag meet met twee maten. Want wat is er gebeurd?
Twee dagen later, op 1 juni, was er een demonstratie over het dodelijk politiegeweld tegen een zwarte Amerikaan in Amerika op de Dam, in Amsterdam. En daar ging in één keer de 1,5 meter regel overboord. Ja, GroenLinks burgemeester Femke Halsema heeft wel meer verbintenis met protestbewegingen dan de VVD-burgemeesters in Den Haag. Ze nam het voor dat de demonstratie recht op, maar ze kreeg ook landelijk een storm van kritiek. Maar eigenlijk, pijnlijker werd het nog in Den Haag. Den Haag heeft op 2 juni, de dag daarna, een andere demonstratie toegezegd en ook getoond dat ze inderdaad een heel ander gezicht kan tonen. Op het Haagse Malieveld mocht Black Lives Matter met 1 dag voorbereiding een demonstratie organiseren. Zonder maximum aantal deelnemers, wel met de 1,5 meter, maar zonder politieleger en zonder arrestaties. En dat ging dan natuurlijk ook over de inhoud van de demonstratie. En dat is pure discriminatie op basis van artikel 1 door gemeente, politie en justitie. Den Haag heeft door het maximum aantal deelnemers en de politie-intimidatie de stop-lockdown-beweging doelbewust gediscrimineerd. Daar is wat mij betreft geen andere conclusie over mogelijk en in feite zou de rechter dat ook moeten zeggen. Pragmatisch gezien moet je natuurlijk nu de vraag stellen hoe een volgende demonstratie te organiseren. En ik denk dat de organisatoren zouden moeten aansluiten bij wat er op 2 juni in Den Haag is geweest. Namelijk, werk strategisch samen met het gezag, zorg voor een vergunning. De 1,5 meter is wel hun regel, maar een maximum van demonstranten is dat niet. En bij tegenwerking, gebruik gewoon de officiële dissidente media en argumenteer daar ook in. Vraag gewoon om gewone agenten en pleit natuurlijk tegen dat agressieve politieleger wat alleen maar wil arresteren en geweld gebruiken. En ja, communiceer open en ruim van tevoren met je sprekers en publiek. Moreel gezien hebben we het gelijk aan onze zijde. De vraag is over het krijgen. De FVD en de PVV zijn tegen die 1,5 meter. Aan het begin van de strijd was ik 0 parlementariërs, of liever gezegd, 0 parlementariërs waren tegen en 150 waren voor. Nu staat het 25 tegen 125. De volgende strijd die zich zal gaan voordoen is de strijd om het einde van de noodverordeningen, maar ook de poging om per 1 juli een noodwet te kunnen installeren, waardoor dingen makkelijker afdwingbaar worden. En wij hebben, en dat heb ik al eerder gezegd, zowel Smerts heeft Ronald van Raak van de SP en Katelijn Buitenweg van GroenLinks gevraagd een motie over de censuur op het internet in te dienen. En bij geen respons zullen we dat Forum voor Democratie vragen. En Thierry Baudet heeft reeds aangegeven te willen gaan staan voor die vrijheid van meningsuiting op het internet. Maar het zou mooi zijn als het nu ook eens een keer van links komt en als links en rechts en het midden daarin zouden kunnen samenwerken. Dat kan soms wel. Bijvoorbeeld in de motie van niemand minder dan Farid Azarkan. Dat is toch een beetje van Denk. Dat is toch een afgeleide van de oude Partij van de Arbeid. Dus dat komt toch uit de linkerhoek. En die pleit voor het schrappen van de strafrechtelijke aantekening op de coronaboete. En die krijgt het overgrote deel van de Kamer, met uitzondering van het CDA en de VVD, mee. Farid Azarkan verdient hier lof. Dan tenslotte de petitie. Hef coronamaatregelen of. Ja, die wordt bij de Tweede Kamer ingediend. Die heeft op dit moment 7835 handtekeningen. De Stop Lockdown petitie heeft er 11.500. Dus samen komt dat richting de 20.000. Het probleem van die Kamercommissie is op dit moment dat er ze persoonlijk niets in ontvangst neemt. Dus die petitie zal vermoedelijk ofwel worden aangeboden ofwel worden ingestuurd. Ten slotte een hoopvol iets. Namelijk de ionisatiemachine. Is dit de oplossing
voor de binnenruimtes. Er is eigenlijk geen discussie over. Wat kan die ionisatiemachine? Die kan namelijk ruimtes virusvrij maken. Dat bestaat al tientallen jaren, wordt in China op grote schaal toegepast. Er is zelfs een positief RIVM-rapport uit 2010 over ionisatie en gezondheid. De prijs van zo'n ionisatiemachine begint al bij 100 euro, dus je kunt dat gebruiken voor kamers, kantoren, restaurants, theaterzalen, zonder dat je op heel hoge kosten wordt gedreven. En als dat werkt en dat wordt erkend, dan zouden we op die basis natuurlijk de 1,5 meter samenleving kunnen afschaffen. Wij denken dat dit zoveel perspectief geeft. Ik denk dat ik met een aparte ionisatie-uitzending zou komen. Tot dan en hartelijk dank voor de aandacht.